locatie of een eventuele golfcar voor mij? Nee, heb je bij elektra? De sfeer zit er al goed in en iedereen heeft... Te zijn, ik hoor nu al mensen die zeggen van ja, dit is nu al het beste festival van het jaar voor mij. Je vertelde net, er zijn zo'n 2000 kaarten in de voorverkoop verkocht. Dat is niet mis voor een eerste keer. Nee, dat is echt heel fijn. En het is mede ook omdat we... Het is op een droom gestaafd. Het is geen commercieel festival en die droom die draait al 10 jaar. Er is een hele mooie aanhang en wat we doen valt blijkbaar op. Rudy, een van de vrijwilligers van het festival. Alles onder controle? Redelijk. Ik ben nu toevallig bezig met met voorbereiding voor de wormenbak. Want we willen restmaterialen van de restaurantjes ophalen, koffie, rauwe materialen als het ware. En dat gaan we dan in die wormenbak doen. Om het ook een beetje te promoten natuurlijk. Alleen ja, er moet nog wel een ander worden gedaan. Ja, het is nog niet helemaal klaar, hè? Nee, nog niet helemaal. Maar het komt wel goed? Het komt goed, ja. Dit festival is one of a kind. Ja. Ik heb wel eerder festivals meegemaakt, maar dit is toch wel uniek. En waarom dacht je, ik wil hier heel graag bij zijn? Ja, omdat vooral dat zelfvoorzienend leven, dat spreekt mij gewoon enorm aan. En gewoon weer terug naar de natuur. Het is ook, ik heb een bedrijf, Natuurvaardig. En daarin doe ik eigenlijk dit soort dingetjes al. Dus ik ben al heel erg bezig met mensen weer terug naar de natuur en terug naar zichzelf te brengen. Ja, en dat is eigenlijk wat hier ook een beetje gaande is op dit festival. Ik vermoed dat morgen de meeste gasten komen. Vandaag zullen natuurlijk de eerste weekendgasten ook gaan komen. Maar er zullen ook nog veel mensen moeten werken. Dus ik vermoed dat morgen veel volk deze kant op komt. Ik wens je een prachtige droom toe. Dankjewel.